Provinciale staten hebben in de agenda van Brabant aangegeven dat de rol van toezichthouder en kwaliteitsbewaker één van de kernrollen van de provincie is. Interbestuurlijk toezicht is gericht op de beoordeling van de manier waarop gemeenten en waterschappen hun wettelijke taken uitvoeren. Dat toezicht wordt gebruikt om eventuele risico's of knelpunten te vinden en mede op te lossen. Door het houden van toezicht ontstaat een beeld van de bestuurskwaliteit van gemeenten en waterschappen. Interbestuurlijk toezicht draait vooral om samenwerking. De provincie oefent toezicht uit op de volgende gebieden. Archief- en informatiebeheer. Doel is een betrouwbare informatievoorziening. Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor een goed bestuur in Brabant. Externe veiligheid. Dit gaat over de regierol van de provincie om Brabant veiliger te maken. Daarbij hoort een adequate en structurele uitvoering van externe veiligheidstaken bij gemeenten. Financiën en lagere overheden. Bevordert een gezonde financiële positie van uw gemeente of waterschap. Huisvesting van statushouders. Gaat over de vraag of er voldoende plekken voor huisvesting van statushouders, asielzoekers met verblijfsvergunning, beschikbaar worden gesteld. Monumentenzorg. Wordt er verantwoord omgegaan met het onroerend erfgoed? Omgevingsrecht. Draait om de uitvoering van de wettelijke medebewindtaken van vergunningverlening, toezicht en handhaving, de zogenaamde VTH-taken. Ruimtelijke ontwikkeling. Het doel is de provinciale belangen, zoals die in de structuurvisie ruimtelijke ordening staan, veilig te stellen in de ruimtelijke plannen van de gemeente. Waterschappen. De provincie is primair verantwoordelijk voor de inrichting van het waterschapsbestel. Het toezicht op de waterschappen kent drie lijnen. Toezicht op beleid, financiën en het toezicht op de organisatie zelf. De wet Revitalisering Generiek Toezicht en de Agenda van Brabant leggen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van medebewindstaken waar die hoort, bij de lokale overheden. Bij u dus. Het toezicht voor het uitvoeren van die taken is een taak voor het eigen toezichtsorgaan van de gemeente, de gemeenteraad. Om deze taak uit te kunnen oefenen, kunt u het college ter verantwoording roepen. Daarbij kunt u ook gebruik maken van hulpmiddelen zoals waarstaatjegemeente.nl. In zowel de wet Revitalisering Generiek Toezicht als de Agenda van Brabant is opgenomen dat interbestuurlijk toezicht volgt op het horizontaal toezicht. Het interbestuurlijk toezicht maakt zoveel mogelijk gebruik van de informatie die al beschikbaar is vanuit die horizontale verantwoording. Ook als er een tekortkoming wordt geconstateerd, wordt u als raad eerst in staat gesteld om uw college daarop aan te spreken. Pas als daarna geen verbetering blijkt, worden de toezichtinstrumenten verder ingezet. Als u een besluit neemt in strijd met de wet, dan komt dat in aanmerking voor schorsing en vernietiging. Voert u een wettelijke taak niet of niet voldoende uit, dan moet u die taak alsnog op uw kosten laten uitvoeren. Dat heet in de plaatsstelling. Daarnaast hebben we sommige andere instrumenten afhankelijk van het toezichtgebied. U zult het begrijpen. De provincie probeert ver en duidelijk vast te stellen of uw gemeente of waterschap zijn taak naar behoren uitvoert. Hoe beter u het doet, hoe beter uw gemeente functioneert. De inwoners van uw gemeente kunnen op die manier rekenen op een goed bestuur. En u hebt geen last van ons. Er zijn nog twee video's over de wet Revitalisering Generiek Toezicht. Eén over de instrumenten van de wet en één over horizontaal toezicht. Deze en meer informatie kunt u vinden op www.brabant.nl/toezichtopgemeenten.